mensen, welkom bij een nieuwe video. Ja, vandaag is weer tijd uit te snappen en natuurlijk Sonic deze keer. Yes, yes, en dat gaan we niet zomaar doen. We gaan namelijk ontsnappen uit T-Rex tape. Zoals jullie hier kunnen zien, dit is het. Ja, en ik heb hier nog duct tape en ik wil eigenlijk even een kleine korte demonstratie. Dit is duct tape. Ja, oké, okay. Easy, easy. Ja, schud deze ook maar uit. Oh, hij gaat wel, hij gaat wel. Het is ook echt 5 keer zo sterk. Dus we gaan kijken of we eruit kunnen ontsnappen eigenlijk. Simpel. Ja, het is eigenlijk is het plan zo simpel. We gaan al verschillende manieren verzinnen voor elkaar. Dat is denk ik het leukste. Dat ik voor jou verzin en jij voor mij. Ja, maar eigenlijk gingen we toch oefenen als we iemand gingen kidnappen. En dat we hem dan vast moeten maken. En dat we... Ja, jongens, Aad gaat zo meteen op deze stoel zitten. Dan ga ik zijn benen en zijn armen vastnemen met duct tape. 5 roertjes op mijn benen en voeten. Daarna doen we hetzelfde met T-Rex tape. En dan gaan we dus even kijken van ja, hoe sterk... Is het nou zeg maar het verschil? Dus Aad, kom maar hier. Nou Aad, daar zit je dan. 5-5-5-5-1 om je mond. Moet je even voor de sierde gedaan, dus ik zou zeggen 3-2-1 Go! Zij je? Nou, dat ging best snel, hoor. Hey, kom maar, kidnappers. Pak jullie! Ja, maar dit was 5, hè. Dus nu gaan we 5 doen met T-Rex tape. Ga maar weer zitten, vriend. Hey. Maar goed gedaan, dat ging snel. Ik heb heel erg mijn best gedaan, hoor. Nou, ik ga vrijwillig zitten voor de kidnapper, meneer de kidnapper. Hello, it's me. Oh, yo. Hey. Geen bloed op mijn lip. Hoi. Nee, zo. Nou, wel iets op je lip, ja. Oké. Atos, are you ready? Yes. Oké, dames en heren, zet vast in de comments neer. Gaat het lukken, ja. Komt hij hier uitjagen? Ik ben wel benieuwd. Ik ga even voor jullie meedenken. Het is wel moeilijker om te scheuren, want dit is helemaal goed aangedrukt. En de vorige scheurde eigenlijk. Dus ik ga alles nog even voor zekerheid even goed aandrukken zo. 3, 2, 1, go! Oh, yes! Ja. Die benen gaan wel moeilijk. Maar het is dat ik al los met mijn handen, dus doe ik het wel even met mijn handen verder. Want het enige wat ik dus al weet... Ik denk als ik het me echt ga doorzetten dat ik eerder de stoelpoot breek dan de tape. Dat denk ik serieus. Dus weet je, het is wel een stoel van mijn ouders. Maar ik ben los toch, of niet? Nou, loop weg dan. Hey, jongen. Hey, later. Wat zei je daar? Geen zin meer om los te maken? Nee. En dan moet je nagaan dat je zometeen niet... Nu ga je hier hangen. Nee, dat heb jij gedragen. Nee. Ja. Moet ik me aanmaken? Ik zei Aad en Sean. Nee, we hebben vorige keer in de comments... Kijk, jij iedereen... Ik zou het even uitleggen. Ik zou het even van de mensen uitleggen. Kijk, iedereen weet dat jij sterker bent dan mij. Nou, waarom zou je de slappere persoon proberen laten uitbreken als je een sterkere persoon hebt? Omdat ik het in de intro heb gezegd. We gaan Aad hier zo meteen met zijn handen aanhangen. En hier met zijn benen. Oh, hij is los. Dames en heren, Aad gaat zijn handen omhoog doen en dan zien we zijn buik. Yeah. Het is best wel pijnbaar, maar zie je wat? Die tape? Ja, mijn hele arm begint lam te worden. Ah, je kan eruit nu. Kan ik eruit? Ja. Oh. Oké, het wordt ingepakt dus, zie ik. 5 Advocaat te pauwen! Kijk, dat was zak punt. Ik deed nu gewoon mijn hele gewicht opleiden, dan moet je op een gegeven moment knappen. Ah, dit kan ik dus nooit los, want je hebt wel eens gezien in de duct tape video dat we wel spouwen hebben gemaakt van duct tape, die kreeg ik niet los. Dat ben je echt zeer aan mijn huid, laat ik maar zeggen eigenlijk. Je hebt je hand. Mijn arm uit. Ja, oké, okay, dat dacht ik al eigenlijk. Dit is echt dik joh. Ja, dit is gewoon niet te doen. Ja, moet ik even wat scherp vinden. Steen. Thank you.
Morgan Freeman. Hey, Sean, jij bent aan de beurt. Dat is goed. Jij gaat gewoon met je armen wijs staan. Doe gewoon een balk erachter. Dat is best wel lastig, denk ik. Dat denk ik ook. Daarom dacht ik, is wel grappig. Ik houd deze plank de deur dicht, dus die moet wel sterk wezen. Dus ja, het is meteen een soort workout voor Sean. Ik heb zijn voeten losgehouden, want als hij valt, kan hij zijn gezicht niet bedekken. En dan komt hij meteen op zijn neus en dat wil hij niet hebben. Nee. Hey, dit wil op mijn vaders auto, maar ik heb al een hele kras gemaakt. Hè. Kut maar. Donde. Nee. Ja, de hek is dicht. Hij heeft nog een open. Hey. Maar Sean, je kunt wel een hele harde klappen geven nu. Hoe ga je loskomen? Oh. Heb ik hem een beetje losgetaped? Nee, toch? Ah, nee! Dus je kunt zien. Heb je het gedaan, maat? Ik ga los. Ik had eigenlijk niet verwacht dat je los zou komen, wist je dat? Ik eigenlijk ook niet. Ik dacht, ik ga gewoon rennen en zie ik het wel. Ah, netjes, nou, dit was er wel gekomen. Netjes. Ik heb even een shirt gewisseld, mensen. Even een oud shirt aan gedaan van mijn oude baas. Ik heb 10 jaar gewerkt. Dus, let's go. Vraag je af, waarom heeft hij een oud shirt aan gedaan? Omdat John had me nu gewoon helemaal in tape met T-Rex tape. En T-Rex tape is eigenlijk zo sterk dat het shirt een beetje vernielt, weet je wel. Dus mijn shirt is een klein beetje kapot. Die van John is een beetje kapot. Dus ja. Het is een beetje zonde, wij zijn niet zo rijk, dus we moeten het met een oud shirt doen. Kijk, wat we dus aan het doen zijn, we zijn even een locatie aan het zoeken. Want ik ga dus nu het helemaal vast even. En kijk eens hoe fanatiek aan het zoeken is. Vind je die leuk? Laat zien hoe sterk die is. I love it! Kijk eens wat hier hangt. Er zijn wel veel spinnen aan deze shirt, misschien. Ja, dat is wel een goeie. Er zijn er genoeg meteen. Oh. Ik ga gelijk zin om weer in te springen ofzo. Niet, hè? Kijk. Ik zal spinnen, maat. Ja, dat weet ik. Dat is echt tering. Zeg ik gewoon vast niks op. Dat zou je altijd hoop ik echt al, hè? Nee, dat hoop ik niet. Dit is natuurlijk de ultieme challenge, hè? Aard het beest. Vs tierenstreep. Ja, hoog in de lucht. Het is te veel, Sol. Het is veel te veel. Ja, ja. Je weet het, hè? Stille water op diepe gronden, dus misschien komt er nu een oerkracht wel vrij. Aan het even je been ook al vast. Hoi. Dan hang ik nou, weet je hoor. Ik kan mijn mond ook niet uitvegen met droge mond. Mijn broek zakt af. Oké, okay, maar ik denk dat zo goed is. Ga het toch proberen. Oh. We gaan het nu net zoals in de film doen. Dus benen hebben we ook even gedaan. Die zou hij omhoog kunnen doen naar zijn tanden en door proberen te bijten. Maar dat gaat hij denk ik niet lukken. Hier een mes leg ik hier neer, mocht hij erbij kunnen. Ah! Wat vast een zacht plekje voor je neerleggen. Dus mocht je vallen, wou je in ieder geval zacht. Dan ga ik even binnen een bakje doen. Oh, hij heeft zijn benen los, ja. Wat doet zeer, hoi, yo. Bijna proberen dat vest te gebruiken, zeg maar, als schuif. Maar dat je hand kan je wel door het vest in doen misschien. Zo, ja. Als die bal is, dan kun je niet meer ingrijpen op tijd, maat. Nee, dan hang je aan één arm. Wacht, ik kan nog wat extra neerleggen. Als het inzakt, dan heb ik zo'n probleem, ouwe. Hij zakt er wel in. Niet de beste, maar... Ja, ja. Hoe lang zijn we bezig? 2 minuten. We moeten zijn moeie koffie, het is nu koud. Er zijn verschillende manieren hoe je kan snappen. Breken dat gaat niet, dat is wel duidelijk. Dus wat hij nu aan het doen is, hij is met die hand probeert hij iets binnenin te komen. Misschien dat hij dan daar tussen kan komen, ja? Ja, je kan hem afscheuren, kijk. Ja, kijk. We zijn zo'n 2-3 minuten bezig, gok ik. Ja, ik heb even een korte pauze ingelast. Kijk, deze heeft wel los. Los? Wat noem je los? Nou, hij is al gescheurd. Ja, maar mijn duim is gewoon helemaal moe. Ah, kijk, het is net de film hier, hè? Tony, dat bedoel ik. Maar het is wel vermoeiend, of niet? Ja, maat, ik ben moe. Volg de arm. Hoe gaat hij dat doen?
Hou ik zelf ook wel eens af. Het probleem is, je denkt ik schuif even heen en weer, maar die tape die zit gewoon op een oude roestige balk. Schuif doet hij vast niet. Dat is mooi. Die tape is zo sterk, man. Hij is los. Ja, ja. Dit is mijn hele duim helemaal raar, maat. Ik heb mijn arm vol, praat naar me toe trekken. Maar die tape, jongen. Zo, wel, ik weet niet of het op beeld staat, want ik liep precies naar achter in het donker. Maar je mouw zit er nog in, zie ik. Ja. Oké, jongens, nu komt hij er wel uit. Ja, ja, ja. En nu hang ik een ding aan mijn nek. Oh. He is free, man. Ja. Yeah! Even tussendoor. Ja, die tape, ik heb nog nooit zo'n sterke tape meegemaakt. Dat moet ik even toegeven, dit is wel echt sterke tape. Oké, mensen, je hebt gezien dat ik al snap in die laatste. Die laatste is wel moeilijk, maar ik kon er niet kapot scheuren. Dat is niet te doen, denk ik. Eigenlijk, als ik hem beter had getaped, dat je niet ontsnapt, denk ik. Nou ja, het is meer als je arm meteen gezien met die balk zo. Als je hem helemaal vol hebt, kun je niet meer buigen. En eigenlijk, als je buiging weg is, hier zit geen kracht meer in, weet je. Ja, dus je hebt me wel vast aan, snap je? Maar in ieder geval, dames en heren, ik zou zeggen... ja, bij de vorige video hadden jullie 10.000 likes gegeven. Doe dit gewoon bij deze video nog een keer als je wilt zien dat Aard nog een keer gaat ontsnappen uit iets. En ik zou dan gelijk zeggen, wat zullen we de volgende keer doen? Nou, ik zou zeggen, zet even een rechtjes neer, weet je. Dan kunnen we even een beetje spitten wie heeft een goed idee, die gaan we gebruiken. Misschien kun je uit mijn auto ontsnappen en dat je gewoon... dat je alleen maar je handen en je benen en je hoofd en zo mag gebruiken om uit de auto te komen en je mag de deur niet open doen. Nou, dan trap ik je wel je raam in, hè? Ah, dat zien we dan wel, toch? Ah, is goed. Oké, mensen. 10.000 likes. 10.000 likes. Ja. Minimaal. Oké, mensen. Tot de volgende keer.